Verkeerslichten Zwartenhovenbrugstraat tot Dr. Sufie Redmondstraat weer in werking. De verkeerslichten op de kruisen van de Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sufie Redmondstraat, die geruime tijd niet functioneerden, zijn weer in werking. Ook de verkeerslichten op het kruispunt van de Gemienelandsweg en de J.A. Pengelstraat functioneren weer. Santosh Soman, directeur Civiel Technische Werken van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, geeft aan dat het heel belangrijk is dat de verkeerslichten weer in werking zijn. Een technisch probleem was de oorzaak van het uitvallen van de lichten. Daarna was er sprake van schade aan de lichten als gevolg van de brand begin dit jaar op de hoek van de Dr. Sufie Redmondstraat en de Zwartenhovenbrugstraat. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.